ben Michael Vrijken en ik werk sinds 2019 bij Varaam als informatiemanager. Wat ik heel bijzonder vind bij Varaam is de passie die mensen hebben voor het maken van fietsen, aangepaste fietsen. Als je ziet hoe blij mensen worden van zo'n aangepaste fiets, hier in de showroom, daar doen we het eigenlijk elke dag voor. En ik vind het heel leuk om daar een steentje aan bij te dragen. Ik denk het belangrijkste vooroordeel van mijn werk is dat wij heel veel achter de computer zitten. En veel met computerprogramma's bezig zijn. En misschien ook wel wat te weinig uit ons kantoor komen. Dat is in mijn geval in ieder geval niet zo. Ik vind het heel belangrijk om te snappen hoe mensen hun werk dagelijks moeten doen. Want uiteindelijk zijn wij verantwoordelijk voor dat iedereen de juiste informatie krijgt op het juiste moment om zijn werk goed uit te kunnen voeren. En dat lukt niet door alleen maar achter een scherm te zitten, maar dan moet je ook zeker bij de mensen langs gaan. Wat ik het allergaafste vond is, ik mocht een keer mee met onze adviseur buiten. Daar kom je bij mensen die echt zo'n fiets nodig hebben. In dit geval was het een jonge jongen. Ik denk dat hij een jaar of 7 of 8 was. En toch wat uitzichtloze ziekte. Maar als je dan de blijdschap op zijn gezicht en eigenlijk een seconde later de blijdschap op het gezicht van de moeder zag. Dat is onbetaalbaar. Het heeft echt een enorme impact. Wat onze fietsen doen voor families, voor gezinnen, voor iedereen die niet meer op een gewone fiets kan fietsen. En dat van nabij een keer mee te maken, dat gaf wel heel veel betekenis aan het werk wat ik hier doe. Mijn favoriete fiets is de Velo Plus. Zoals je ziet is dat een fiets waar een rolstoel voorop kan staan. Ik vind deze fiets heel mooi omdat vrienden van ons ook zo'n fiets hebben. We hebben een zoon met een beperking, hij is zwaar beperkt, kan eigenlijk alleen maar voelen. Dan is zo'n fiets buiten is het prachtigste wat er van zo'n jongen kan gebeuren. Hij voelt de wind, hij hoort de mensen en hij, op die manier is hij onderdeel van zijn omgeving, van de maatschappij. En, voor de jongen heel goed, voor prikkels, voor zijn ouders een fantastisch cadeau dat ze op deze manier lekker rond kunnen en nog een beetje geluk voor hun zoon kunnen realiseren. Dus daarom voor mij ook de Velo Plus. Ik vind het een fantastische fiets. Dankjewel voor het kijken. Als je deze video nou leuk vindt of je wil meer weten van Varaam of onze fietsen, druk op het duimpje onderaan het scherm of abonneer je op ons kanaal en dan blijf je op de hoogte van alles wat wij doen.